Uitsluiten. Ja, in het begin zijn we nog niet erbij. Dat is nee. Pas wanneer je het geld hebt. Misschien moet je even kort vertellen, want jij bent degene die eigenlijk de aanstichter is van het hele verhaal. Je gaat gokken, je vindt 9 ja. ton. Lekker. Kon je pokeren? Voordat ik te horen kreeg dat ik de rol mocht spelen, nog niet. Toen kreeg ik het te horen en toen ben ik wel gaan leren pokeren. Wat heb je bij je? Ja, autosleutels, pasjes. Het is altijd irritant omdat in een... Nee, daar had je fiches bij. Want ik zag je dingen met die fiches in de... Ja. Die had ik dus... Trucjes, goochelen bijna. Die heb ik ook moeten leren, ja. Omdat er toch even net iets geloofwaardig staat als je zo'n personage speelt. Dus dat heb ik ook geleerd. Ik heb die wel echt niet meer aangeraakt na de laatste draaidag. Want op een gegeven moment nam ik ze overal mee naartoe. Dus ofwel naar het restaurant, of tijdens de uitgaan met vrienden stond ik continu met pokerfiches. Dus iedereen dacht, ja, die loopt enorm interessant te doen. Maar dat was allemaal omdat, ja, op een gegeven moment als een soort automatisme toe te kunnen voegen aan wat je ook doet op dat moment. De dag nadat hij de rol had gekregen, we kennen elkaar goed, en toen had hij al die fiches en was hij aan het oefenen. En de eerste dag vielen ze echt om de 2 seconden uit zijn handen. En inderdaad, na een paar weken zag ik op een gegeven moment er steeds meer grip in komen. Dat was echt leuk om te zien. Dankjewel. Ja. Dit is een andere rol dan we van je gewend zijn. We zijn natuurlijk op het podium nu als acteur echt. Hoe was dat nu in zo'n serie? Wel fijn, want dan krijg je een script. En dat kan je dan leren. En dan hoef je het niet zelf te verzinnen. Dat is eigenlijk wel makkelijker. Ja, wel cool. Ja. Is het iets wat je meer zou willen gaan doen? Ja. Heeft Bluff dat acteerstalent opgebroken voor jou? Het heeft het aangewakkerd. Ja. Nou, maar je hebt daarvoor een daglicht en zo heb je gespeeld. Dus het is niet. Ja, ik heb ook een paar dingen gedaan. Ja, maar goed, dit is natuurlijk een serie nu op RTL 5. Nu landde jij natuurlijk wel, nationaal, internationaal zelfs. Maar jij gaat volgens mij meer doen. Ja. Wat ga jij nog meer doen? Ik ga Expeditie Poolcirkel presenteren. Oh, wacht. Kun je het Boulevard doen of niet? Dit is nieuws, hè? Kun je die spelen? Waar staat dat? Kun je dat? Ja, improviseer het maar. Die blaas is alleen. Je gaat Poolcirkel doen. Wanneer? We gaan over 3 weken weg eigenlijk. Dus 3 weken die kant op. Spannend, nieuw, leuk. Met speciale deelnemers? Ja, daar kan ik nog niks over zeggen. Maar natuurlijk bekende mensen. Ja. Laten we nog een klein stukje gaan kijken van Bluff. Want het is een prachtige serie geworden. Peter heeft een beetje zijn bedenkingen, maar Eva, zoals Bracha, weet het zeker. Ze kopen het huis en op dat moment eigenlijk gaat er iets mis met zwangerschap, kindje. En zitten ze eigenlijk binnen een aflevering een beetje in puin in hun nieuwe huis in Almere. Maar daar zijn wij om hun leven een beetje te verlichten. En jullie willen ze helpen. Ja, wij worden vrienden. Maar wij blijken een vrij uitgesproken hobby te hebben. Jawel. En die hobby die jullie hebben is dat jullie swingers zijn. Ja. Bracha, begrijpt je personage in de serie meteen wat swingers zijn en wat ze doen? Nou, het komt iets later binnen wel. Maar, letterlijk en figuurlijk. Ja, nee, mijn personage verwacht het niet helemaal. Maar vindt het eigenlijk ook wel spannend. Niet dat ze meteen denkt, hier gaan we mee. Maar nou, ik vind het wel hele interessante mensen. Wat trok je aan in deze rol daar? Want het is een vrij heftige rol die jullie spelen. Ja. Dat zingen. Ja. Dat was voor ons 3:30 meteen groen licht. Ja, meteen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een extra dimensie waarvan ik denk van jullie krijgen met z'n 4 denk ik dan het script thuis. Nou, jullie met z'n 2 en jullie met z'n 2 thuis. Nou, schatten allebei dezelfde serie. En dan begin je te lezen en dan denk je van, oh, maar jij moet met Katja. En jij moet met Brak, want dat is wat er moet gebeuren. Is dat dan een
neiging om ja of nee te zeggen? Juist ja dan? Of juist niet? Of nou ja, kijk, de serie is heel erg veel meer dan het swingen zelf. Wij kijken ook niet, maar goed, nee, het was voor ons juist een hele erge reden om, om samen te gaan. Dat we de serie gingen doen was omdat we het heel erg leuk vonden om samen te gaan spelen ook. Ik bedoel, we kenden elkaar al, ook als vrienden, we hebben ook samen gespeeld al eerder. Dus we vonden het heel erg leuk om weer met elkaar te gaan werken. Dat is ook waar je heel erg naar kijkt op het moment dat je gevraagd wordt voor zo'n serie. En kennen jullie het boek ook al? Van Saskia Noord. Was dat, is dat een vereiste voor, om te spelen of helemaal niet? Ja, ik had het boek al gelezen en dat was vrij lang geleden. En ik kan me wel herinneren dat het inderdaad redelijk rode oorachtig was. En ik Bracha ging het lezen en die riep ineens, ik weet niet precies waar we waren. Ja, maar dit is, toch? Ja, ik zei ineens, we hebben gewoon ja gezegd tegen softporno. Nou, laten we wat beelden bekijken, dan wordt het misschien wat duidelijker. Wat beelden van nieuwe buren. En hoe wij naar tot elkaar komen. Dat wordt op een gegeven moment iets heel seksies. En dat eindigt echt in een thriller. Het is natuurlijk een vervolgverhaal. Dus we proberen de mensen wel echt aan de buis te kluisteren. En aan het eind van elke aflevering ze weer naar de volgende aflevering toe te helpen. En dat vind ik echt te gek. Daarmee nemen we ook met z'n allen een risico. Maar ik denk dat we daar. Wat ik heel sterk vond, ik heb al de eerste twee afleveringen mogen zien. Wat ik heel erg sterk vond, je ziet het al in die openingsscène met de clown en het jongetje. En eigenlijk duurt dat. Die twee afleveringen duurt dat voort. Je wil constant meer zien. En in dat opzicht denk ik dat het al geslaagd. Ik ben heel erg benieuwd hoe het bekeken wordt. Maar in ieder geval, ik vond het mooi. Maar goed, mijn mening is maar een mening. Ik zeg dankjewel. De cast van Nieuwe Buren. Dankjewel. Vanaf 14 september, 9 uur, RTL 4. We kijken naar de week van RTL 4. Dat gaat sowieso, maar nee, ik denk gewoon, nou, we hebben toch wel wat meer ouderen die echt ziek zijn. Dus mensen met een hersenbloeding of met een infarct of rollators. Dat was de vorige keer iets minder. De mensen zijn allemaal wat meer hulpbehoevend, zeg maar. En de diversiteit in de hele uitzending is dat we, nu had je echt eenzelfde aantal oudjes vorig seizoen. Mm-hmm. En nu hebben we elke uitzending hebben we gewoon 6 nieuwe gezichten. Ja, het is mooi. Laten we gewoon naar een fragment kijken en dan zie je eigenlijk, jullie zijn heel serieus, maar ergens weet je, er komt altijd iets. Helemaal niet. Kijk maar even. Ja. Zal ik mijn voeten aansteken? Dus die mensen die worden die zijn oud, maar die zijn ook ooit ons geweest. In ieder oudje schuilt een ondeugend iemand. En die halen jullie naar boven? En die halen wij naar boven. Wij maken, zoals wij het slechts in elkaar naar boven halen, halen we dat ook bij hun. En ze, we hebben bijvoorbeeld op de camping, waren er allemaal oudjes. En toen hij liet hij even zijn magistrale boeren. Daar kwamen ze er ook van. Nou, oké, daar kwamen ze ook wel van. Maar die oudjes gingen meedoen. Ja, wedstrijdboeren, dat is toch het einde. Nou, ja, dat is natuurlijk fantastisch als jij je oma op tv ziet van 76. Ik kan het! Dat is echt fantastisch. Zit er nog meer in? Hoe dit seizoen gaan jullie het maken? Zit er nog een seizoen in bijvoorbeeld? Want hoe voor is dat je, want 8000 vrijwilligers hebben zich aangemeld voor ouderen. Ja. Dit jaar wellicht ook weer zoveel. Nu vragen wij gewoon een kleine donatie aan de mensen. Omdat we dan gewoon voor de ouderen leuke dingen kunnen organiseren. Dat zijn een uitje of een dagje weg of weet ik voor wat, pretpark en zo. Maar goed, ik denk dat. Over de vloer was heel leuk. Het heeft 3 of 4 seizoenen heeft het gelopen. Het is 2 seizoenen. Ik denk dat je ook even moet wachten. Ik heb wel een onwijs ander leuk idee met Gerrit samen. Maar ook een stukje reality in zit. Stoppen. Nou, dat zou ik zo een hele goede gedachte vinden. Maar nee, maar het is een uitzending over een soort vinger aan de pols, maar dan over plastic chirurgie en dan gewoon 6 weken lang. Nee. Maar jij gaat nog wat anders doen. Dat is wel eigenlijk. Jij gaat nog wat anders doen. Jij gaat een talkshow doen ook. Ja, zaterdagavond. Ja, ik word jouw collega. Je wordt mijn collega. Hoe ga je? Hoe sta je? Ja, het is een groot. Ik denk dat het de droom is van heel veel presentatoren en van mijn collega's dat gewoon een soort bewaarheid wordt. Vanaf 15 november zaterdagavond 10 uur een Goor draait door. Een soort Jimmy Fallon, Graham Norton-achtig gebeuren. Met hele mooie gasten. En, heb je al naam? Mijn speeltuin gewoon. Heb je al naam die je kan bekendmaken? Of een naam al kan? Ja. Nee. Ik ben wel bezig met iemand die zo goed als. Ja, waar we mee bezig zijn, is Joan Rivers. Niet de minste. Zo. Of een plastic chirurgie gesproken, schat. Ja, had je moeder kunnen zijn. Niet over mijn moeder. Nee. Maar in ieder geval, daar zijn we bezig. En er zijn diverse namen, zijn de revue gepasseerd. Maar in ieder geval, elke week proberen we een grote internationale gast.
gast hebben. Dus nou ja, jou niet onbekend, dat doe je zelf ook. Nou ja, maar je weet hoe leuk het is. Het is heel leuk, het is heel leuk. En dat doen daarom verheug ik ook. Ik ben heel benieuwd naar wat jullie gaan maken. Geef ze een gebouw. Gerard en Gordon. Dank u wel. Goed, alle kinderen zijn gewoon om hem te zeggen. Nee, de mensen zijn godsblijf, het afgelopen is wat een ziek. Nee, dat is nog niet helemaal afgelopen, want ik bedoel, alles is wel voorbij gekomen. Maar als je kijkt naar de afgelopen 25 jaar, dan kan je ook wel een rode draad ontdekken bij RTL. Het is een type programma waar heel veel terugkomt en waar we eigenlijk nog steeds geen genoeg van hebben. Kijk maar even.